Welkom bij het Eva Weekjournaal. Met vandaag: Aikido Itokan gratis proefles in juli. Open huis Den Center Amersfoort. Grootste watergevecht in Amersfoort. Dios Latinos komt weer terug. In juli organiseert Itokan een gratis proefles. In september start het nieuwe seizoen weer. Dit is de oude gymzaal van het ROC in Amersfoort. Die hebben wij helemaal omgebouwd. En wij geven hier beweeglessen voor groepen. We geven Aikido voor groepen. En we geven ook individuele coaching voor mensen met beweegproblemen of blessures. Het doel van de gratis lessen is dat om de drempel wat te verlagen en om het even voor de mensen wat aantrekkelijk te maken, dat ze gewoon een keer vrijblijvend gaan proberen wat Aikido inhoudt, wat Pilates inhoudt, wat gyrokinesis inhoudt. Er zijn niet genoeg mensen die Aikido willen beginnen om in een beginnersgroep te komen. Dus eigenlijk, je komt gewoon in een groep met mensen die wat korter, een halfjaartje of al wat langer, misschien 10 jaar Aikido doen. Dat is gewoon een gemengde groep. En eigenlijk, je wordt gewoon door de mensen geholpen. Want Aikido doe je altijd met z'n tweeën. Dus je hebt geen aparte oefeningen. Je werkt met z'n tweeën. En je wordt gewoon geholpen door de mensen om je langzaam stap voor stap in het Aikido kennis te laten maken. Wij gaven eigenlijk al meer dan 20 jaar les in een heleboel sportzalen in Amersfoort. Dat deden we Aikido, Pilates, gyrokinesis. En in 2015 hoorden we dat dit te koop zou komen. En dus eigenlijk hebben we dit gebouw, dat was compleet vervallen, hebben we in 2015 gekocht. En in 2016 zijn we gewoon eigenlijk met al onze mensen die we al verzameld hadden in de verschillende gymzalen, zijn we hier gaan zitten en hebben we hier de lessen voortgezet. En het voordeel nog dat we nu ook overdag les kunnen geven. En we hebben een ruimte waar we dan 1-op-1 kunnen werken met machines. Dat kon natuurlijk vroeger allemaal niet. Dus dat was eigenlijk na 20 jaar ineens een soort geschenk van een gymzaal komt te koop. Dit is de dojo, hier wordt Aikido gegeven en ook een aantal beweeglessen. En we hebben ook nog een hele mooie yoga-achtige ruimte. Daar liggen dan geen matten, dat is gewoon een laminaat, maar dat is ook een hele fijne ruimte. En daar zijn ook beweeglessen. Die gratis proeflessen, altijd ongeveer een maand voordat we voor de zomer stoppen. Dus dat is half juni tot juli, dan zijn de proeflessen gewoon gratis. En we doen dat ook altijd weer in september. Augustus hebben we vaak een soort zomerstop. En dan in september mogen mensen ook weer gewoon gratis komen proefdraaien. En dan kijken of ze mee willen doen. Dus er is echt een heleboel te doen hier. En te zien ook eigenlijk. Dus ik zou zeggen, kom gewoon langs. Van 1 tot en met 13 juli kun je 2 weken lang alle lessen bij Den Center Amersfoort gratis uitproberen. Ze hebben een breed aanbod in danslessen. Het open huis zetten wij eigenlijk altijd neer omdat iedereen dan kennis kan maken met alle lessen die we aanbieden. Zonder dat ze maar 1 proeflesje kunnen doen en dan al een keuze moeten maken. Op deze manier hebben wij 2 weken lang kunnen mensen gratis les volgen, vrijblijvend. Kijken wat ze leuk vinden. Na 2 weken krijgen zij een aanbieding dat ze zich kunnen inschrijven naar een les die zij leuk vonden. Er zijn 70 lessen in de week. Je mag elke dag les volgen, ochtend, avond, middag. Maakt echt niet uit wat je doet. Vanaf 2 jaar tot, wat was ons oudste lid ook alweer? 70? Dus we hebben echt alle soorten lessen. Van yoga tot klassiek ballet, boksen, noem het op. En dan gewoon 2 weken vrijblijvend, zonder dat je ergens aan vast zit, kan je het uitproberen. Ja, wat maakt deze app bijzonder? Het is vanaf 2 jaar oud, tot zoals ik al zei 70 plus. Iedereen voelt zich hier thuis. Het is 1 grote familie, iedereen voelt zich welkom. Groot, klein, dik, dun, lang, noem het op. Iedereen mag lekker komen en iedereen is welkom. Ons lesaanbod is dus heel erg breed. Iets wat ook een pluspunt is dat wij op de ochtenden les aanbieden van 9 tot 10. Staat er in zaal 1 bijvoorbeeld een Zumba, staat in zaal 2 een bar workout of een yoga. Op datzelfde moment bieden wij kinderopvang aan. Dus kinderen van, wat de jongste is, 3 maanden tot 4 jaar. Dus tot ze naar school gaan, kunnen ze lekker bij ons komen knutselen, spelen, vermaken wij ze. Kunnen de ouders lekker hier even sporten. En daarna wisselt het eigenlijk zich vaak om.
Dus op het moment dat de les is afgelopen, gaan de ouders met z'n allen koffie drinken. En nemen wij alle peuters mee. En op maandag is er peutergym. En op alle andere dagen bieden wij peuterdans aan. Kunnen de ouders lekker koffie drinken, sluiten we met z'n allen daarna af. En dan zit de ochtend er alweer op. Ja, de Boomba stopdans eindigen we altijd mee. En dan zwaaien, koekje eten, vaak nog even wat drinken. En dan om 11:30 zijn we leeg. Dan gaan we ons klaarmaken voor de middaglessen. Het open huis begint op 1 juli en loopt door tot en met 14 juli. Voor extra informatie kan je gewoon naar www.dancecenteramersfoort.nl. Je kan hierheen lekker binnenkomen wippen, recepties zagen altijd open. Telefoontje geven, van alles. Maar vooral op de website staat alle informatie die je nodig hebt. We willen hem graag afsluiten met te zeggen dat iedereen welkom is bij Dance Center Amersfoort. In het open huis, maar ook daarbuiten. Je kan altijd proeflessen bij ons komen doen. Van links naar rechts, van klassiek ballet tot boksen. Iedereen, jong, oud, wat jij net zei, iedereen is welkom bij ons. Het is de leukste dansschool van Amersfoort. Dus ik zou zeggen, kom langs en ontmoet ons. Kom de dansers ontmoeten, de docenten, de sfeerproeven. Ja, want wij vinden het de leukste dansschool van Amersfoort, hè? Zeker. Jullie zijn van harte welkom. Op woensdag 26 juni konden jong en oud genieten van een groot watergevecht op het Eemplein. De sfeer was in ieder geval heel gezellig. We zijn hier vandaag omdat het hartstikke warm is. En dan wil Amersfoort wel een beetje verkoeling. Hebben wij gezegd, kinderen, volwassenen, iedereen, kom lekker naar het Eemplein, neem je supersoker mee en dan gaan we een watergevecht doen. Nou, we willen vooral heel erg veel plezier en dat iedereen een beetje verkoeling heeft. Want het is natuurlijk al een paar dagen ontzettend warm. En je merkt dat iedereen een beetje chagrijnig wordt van de hitte omdat het echt heel warm was. Dus wij dachten, we organiseren een watergevecht. We hebben lekker wat verkoeling en veel plezier. We zijn vanmorgen begonnen met allemaal badjes vullen, zodat we nu al een ongeveer 12.000 liter water op het plein hebben. Misschien komt zo de brandweer ook nog een keer langs. Dus dan hebben we nog meer water. En dan gaan we gewoon met z'n allen lekker tekeer tot het op is. Het is ongeveer 3 jaar geleden. Toen was het ook ontzettend warm. En toen zei een vriendin van mij op Facebook, zei: hey Floor, moet jij dan niet een groot Amersfoorts watergevecht gaan organiseren? En toen zei ik, nou, als dit bericht nou minimaal 100 likes krijgt, dan ga ik een watergevecht organiseren. Dat was een kwartier later het geval, geloof ik. En toen heb ik Anna, die stuurde mij een berichtje van, joh, wat een leuk idee, zal ik je meehelpen? En toen zei ik, nou super, en sinds die tijd zijn wij degene die het Groot Amersfoorts watergevecht organiseren. Nou, het bijzondere is vooral dat dit, ik organiseer meer evenementen en Anna ook. En meestal ben je heel erg lang aan het voorbereiden en is het allemaal heel erg ingewikkeld. En dit is gewoon, ja, dit ontstaat eigenlijk 3 dagen van tevoren. Dan vraag ik Eemfors voor wat hekken en een kliko. Ik vraag de gemeente voor de aansluiting van het water. Ik vraag de EHBO-vereniging of ze wat mensen kunnen leveren. En dan eigenlijk in no time is dit gewoon weer geregeld. Het Groot Amersfoorts Watergevecht is zometeen van 5:30 tot 6:30. Een uurtje, want anders dan vinden we het ook een beetje zonde van het water. Dus een uur is mooi zat. En we doen het maar 1 keer per jaar. Dus dit jaar is dit de enige keer. En heel misschien volgend jaar ook nog wel. We beginnen om 5:30 en we gaan door tot 6:30. In een uur kan je behoorlijk nat worden, dus ik denk dat een uurtje wel genoeg is. Nou, we hebben toevallig sinds dit jaar hebben we voor het eerst een Facebookpagina. Dus als je zoekt op Facebook op Groot Amersfoorts Watergevecht, dan vind je ons. En dan kun je die pagina liken en dan blijf je op de hoogte van alle leuke edities. Dios Latinos is een groot muzikaal feest voor jong en oud. Met ongeveer 100.000 bezoekers aan de binnenstad van Amersfoort. Verdeeld over 3 festivaldagen. We starten op 5 juli met een masterclass voor semi-professionals, voor talenten uit de regio, van Isaline Calester in de Achterkapel. Die is vrij toegankelijk ook. Dat is vanaf 4:30 een hele bijzondere masterclass. Dan om 4:00, die is niet vrij toegankelijk, dat is voor de ouderen, hebben we een salsa workshop, een percussie workshop. Dat is heel bijzonder voor de mensen, de oudere mensen uit Lienert. In de Koperhorst. En dan hebben we de officiële opening. Dat start om 8:00. Dan gaan we in een grote optocht van de Appenmarkt via de Groenmarkt, via de Hof, naar het Hoofdplein, het Liefvrouwkerkhof. Daar is het hoofdpodium en daar zal onze festivaldirecteur Jurgen Rijman, die zal het festival openen. En dan hebben we gewoon een 3 dagen feest in de stad. Het gaat bruisen. De muziek verbindt en dat is wat we proberen, nationaliteiten en mensen te verminderen door middel van die prachtige muziek die er is. En aanvullend nog, we hebben ook nog nieuw dit jaar, is dat we een markt hebben. Dat is op de Korte Gracht. Er kan ook gedanst worden. Op de Liefvrouwenkerkhof is een grote dansvloer waar iedereen kan dansen. En er is een mooie kleine intieme setting op het Mooiersplein waar gedanst kan worden. De stad is in beweging. Je kan niet stilstaan als je die muziek hoort. Dat gaat gewoon niet. Je gaat vanzelf bewegen. Dus we hebben salsa, we hebben
aantal sterren ook. Rolf Sanchez is er, Karel Kraaienhof is er. En veel salsa bands, salsa workshop op zondagochtend voor de kinderen. Heel erg leuk. Salsa workshop. En er zijn een percussie workshop voor kinderen. Waar kan je het allemaal vinden? Op diaslatinos.nl. We hebben ook een speciale app voor de programmering. Maar je kan ook gewoon naar diaslatinos.nl. Dan ga je naar de programmering en de line-up. En daar vind je het blokkenschema. Kan je precies zien wie waar op welk moment is. Dus het wordt echt een feest in Amersfoort. Nou, ik hoop iedereen te kunnen ontmoeten van 5 juli tot en met 7 juli. Vrijdagavond beginnen we op alle pleinen in de stad. Tot en met zondagavond rond 8 uur. En zondagochtend een hele leuke programmering voor de kinderen. Dus kijk op diaslatinos.nl en we zien elkaar in de stad. Tot dan. Dit was het EVA Weekjournaal van deze week. Fijne dag en tot ziens!